Kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten, maar vooral updates over de COVID-19 pandemie die Suriname, maar ook heel de wereld in haar greep houdt. Momenteel zijn er 277 COVID-19 positieve gevallen. Er zijn 198 actieve gevallen, 72 personen zijn genezen verklaard. 333 personen zijn in quarantaine. We hebben helaas 7 doden te betreuren. Later op de dag is de kans groot dat het aantal positieve gevallen verder is gestegen. Vandaag hebben we als gast, zoals elke dag, hebben we een gast in de studio. En vandaag hebben we als gast Major Gwendoline Babel, lid van het COVID-19 management team. En met haar gaan we praten over de zorgwekkende ontwikkelingen rond COVID-19. Gwen, welkom in de studio. Dankjewel, Priscilla. Hoe gaat het? Goed, met jou? Ja? Een beetje vermoeid, rust je goed uit. Laten we daarmee beginnen. Nee. Want je hebt een zware job. We hebben een zware job. Het team heeft een zware job. We rusten weinig uit. En er zijn een heleboel mensen die samen met ons het werk doen. Jullie zien ze niet, maar ze zijn keihard bezig op de achtergrond en zij slapen minder. Ja. Want ze gaan eerder dan ons op kantoor om alles voor te bereiden en ze gaan na ons weer weg om weer alles netjes af te sluiten. Zo. Maar het lukt. Het lukt. Uh-huh. Want dat hebben jullie nodig. Dus oké, Gwen, hoe ga jij zelf om met de COVID-19 situatie? Dus persoonlijk, hè? Nou, eigenlijk kan ik vertellen. Ik sta op, 6 uur in de ochtend en het eerste wat ik pak is mijn telefoon. En dan heb ik al zeker 75 of misschien zelfs 100 ingekomen berichten gehad. Zo. En die ga ik dan beantwoorden. Maar natuurlijk check ik eerst ik kijk eerst naar het management team, wat is daar binnengekomen en van daaruit ga ik verder. Natuurlijk naar mijn familie, want misschien hebben ze me iets gemeld. En dan gaan we van daaruit verder. Maar 90% van dat alles zijn alleen maar verzoeken van mensen die binnenkomen. Dat ze een dispensatiebrief moeten willen. Of dat ze naar Nikeri of Albina moeten. Noem maar op. Of graag een familielid van ze halen uit het buitenland. Dus we hebben heel veel van dat soort verzoeken. En dan zie je weer ook daartussen een big up ergens. Van hey, je doet het goed. Mm-hmm. Of hier heeft u een steekje laten vallen. Of misschien kunt u het corrigeren. Noem maar op. Dus ook van die tips. Dat doet je ook goed, omdat je dus merkt dat mensen je volgen. En dat je dus ook gewoon mensen hebt die willen dat je performt en dat het goed gaat. En dat het team succesvol is. Okay. Dus dat is dan de ochtend. En dan heb ik ook gewoon mijn dagelijkse dingen die ik thuis moet doen. En dan terwijl je bezig bent thuis, gaat je telefoon, je beantwoord, je app, je leest, bla bla bla, ga zomaar door. Op de deur rij je naar kantoor, terwijl je rijdt, voer je gesprekken. Mm-hmm. En op kantoor aangekomen, dan begint hij te rollen. Wanneer je huis weer ziet, is het 11:30, 1:30 in de nacht. Zo dus je dag begint met COVID-19 en eindigt met COVID-19. Echt waar. Super, super. maar hoe kom jij tot rust? Wat doe je om tot rust te komen? We bouwen momenten in waar we even kunnen lachen over gekke dingen. Mm-hmm. Het team kan misschien iets van thuis vertellen of soms iets lezen op Facebook. Of terwijl je bezig bent, komt er een oude tori en dan vertel je dat of anekdote, noem maar op. Dus dat soort dingen. En ook wanneer we lunchen, dat we eigenlijk doen we dat terwijl we aan het werken zijn. Ja. Maar we hebben afgesproken dat wanneer we lunchen voor een half uur of 45 minuten, dat we even stoppen en dat we echt lekker genieten van het eten, met elkaar praten en dan gaan we van daaruit verder. Maar het lukt niet hoor, want het gaat toch weer over COVID. Het onderwerp staat gewoon weer. Maar tot rust komen, wanneer je thuis aankomt, gaat je mind gewoon door. Hè? Mm-hmm. Het gaat gewoon door en je denkt van wat moet ik morgen doen, wat ben ik vandaag vergeten. En je app naar je assistenten van dit moet morgen opgepakt worden. Dus ik weet het niet, die drive zit er gewoon in. Ja. Het stopt niet, boy. Het stopt niet. Het is niet goed, maar het stopt niet. Is het een nieuwe situatie voor jou, dus een nieuwe ervaring voor jou nu? Ja. We hebben een aantal met, wat bedoel ik, het directoraat Nationale Veiligheid. We hebben tot 3 keer toe hebben we een tabletop exercise gehad, waarbij we dus ook zo'n crisis hebben beoefend. Okay. Maar het is anders wanneer je het zelf meemaakt. De realiteit is anders. Je realiteit is anders. Maar gelukkig, met oefening baart kunst natuurlijk. En je kan je dus eigenlijk, herken je dingen, toch? Ja. In die real-time situation. En dan weet je van, dit zo, hierover hebben we werkelijk gesproken. Mm-hmm. En dit is wat je moet doen om het op te heffen. En je leert mensen ook van de andere zijde kennen.
toch, karakteristieken komen meer naar buiten. Je ziet wie tegen druk kan, wie niet en noem maar op. Hè. Je leert jezelf ook beter kennen. Ja. Van wat kan ik, hoe ver kan ik, wat kan ik tolereren en waar is gewoon echt de streep van nee, nu gaat die even mis. Maar dan heb je weer iemand anders die jou tot rust brengt, weet je, en dan kom je daarna terug. Oké, nou. Ik ben blij dat te weten, is de andere kant van het verhaal. Maar Duane, wat is de situatie nu rond COVID-19? De situatie in terms of medical-wise, want daarover praten de artsen en, de specialisten, maar gewoon in Suriname kan ik dus aangeven dat de epidemiologen hebben in ieder geval de hotzones hebben kunnen identificeren. En dat was wel heel belangrijk voor ons, omdat we dus wilden weten welke gebieden moeten we focussen in het land. En niet dat we morgen niet ineens een andere hotzone identificeren, dat kan. Maar dat is wel belangrijk, omdat je dan je beleid daarop kan afstemmen en eigenlijk kan je predictions doen. Dus als mensen zich houden aan alle regels en maatregelen en wat we van ze verwachten en zich klaarmaken voor de new normal, denk ik wel dat Suriname de goede weg op gaat. Ja. Belangrijk is voor ons dat we zo min als mogelijk levens verliezen in deze oorlog, toch? In deze crisis. Dat is ons doel. En dat we het kunnen beheersen zodanig dat de samenleving zelf die maatregelen eigen maakt. Dat je ze niet meer hoeft te vertellen van dit moet je doen en dat moet je doen en dit doe je niet en zo. Ja. Maar dat zij zelf initiatieven nemen om ervoor te zorgen dat ze zichzelf, hun naasten, hun geliefden beschermen. En als ze ieder dat begint te doen, kan het COVID-management-team gaan slapen. Want het enige wat jullie eigenlijk doen, jullie geven eigenlijk richtlijnen, de nodige richtlijnen. Ja. Ja, toch? Okay. En wij zijn zelfs ook bezig om, want het is een nieuwe situatie voor iedereen. Ja. En vooral ook voor ons in Suriname. En je mag zo geschoold zijn, je mag zoveel ervaring hebben. Wanneer het daar is, dan moet je besluiten kunnen nemen, je moet erachter kunnen staan. En als het fout is geweest, moet je ook kunnen zeggen van, we moeten het rectificeren. Zeven. Dus het is nieuw voor ons, we leren ook eruit. Elke dag zien we iets nieuws. Maar je moet, we proberen zoveel als mogelijk te anticiperen. Het is niet makkelijk, because it's new. We leren van andere landen, we benchmarken veel. Mm-hmm. En we proberen Suriname te plaatsen in categorieën met andere landen die hetzelfde hebben gedaan, hebben aangepakt. Of waarbij cultuur, samenbevolking, samenstelling, et cetera, hetzelfde is. Dus op die manier doen we het. De uitdagingen, er zijn heel veel uitdagingen. Wat zijn de uitdagingen? Grootste uitdaging. Dat is een grote stuk. De grootste uitdaging is met elkaar leren omgaan. Want nu, het team bestaat uit verschillende mensen, uit verschillende disciplines, met hun eigen zienswijze. En ik heb bewondering voor de voorzitter hoor, want zij moet ervoor zorgen dat het team bij elkaar blijft en dat we met elkaar samenwerken en dat ideeën die botsen, dat mag, maar dat het in ieder geval één geheel wordt. Maar de grootste uitdaging is om uiteindelijk te komen tot één besluit en dat ieder zich daarin terug kan vinden en het adopteert en verder ermee gaat. Tweede grootste uitdaging is je eigen leven, je eigen familie, je eigen naasten die je eigenlijk laat om voor land en volk te werken en die soms ook van jou verwachten dat je even terugkijkt en ze wat aandacht geeft en ze ook op weg helpen, want ook voor hun is het nieuw. Dat is ook een uitdaging voor het team zelf, want ik weet dat een heleboel gezinsleden zeggen, je bent elke dag aan het werk, je bent nauwelijks thuis, bla bla bla. En zij zitten thuis te balen, want ze mogen de straat niet op. Ik weet dat dat ook een uitdaging is voor het team. En nog een andere uitdaging is, elke dag weten om te gaan met de nieuwigheden. Mm-hmm. Elke dag. Yeah. Wanneer er iets nieuws op popt, wauw, hoe doen we dit, hoe pakken we het aan? Dan heb je een team dat gaat lezen, begint te searchen. Op die internet. Je hebt een ander team dat misschien al begint te praten en te brainstormen. En dat is echt ook een uitdaging, maar het is wel leuk hoor. Ja? Ja. Ik ben blij dat je ervan geniet. Ondanks alle stress, alle pressure, geniet je er toch nog van. Ja. Het is goed. Oké, de bewaking van de grenzen, lukt het daarmee? Oh. Het is sowieso aangepakt, maar lukt het?
Het is niet wat het wezen moet. Mm-hmm. Laat me daar eerlijk over zijn. Het is niet wat het wezen moet. En wat zijn de uitdagingen daar? Dus de grens is zo uitgestrekt. Mm-hmm. Het is zo immens daar. En je moet met zoveel andere zaken rekening houden. Dat je op den duur denkt, dit is een verloren strijd. Mm-hmm. Maar als militair mag je niet zo denken. Want je moet dwars door alles heen, ja, moet je dat toch gewoon doorzetten. Maar die grens, het geeft ons, het baart ons echt zorgen. En daarom blijven we stressen dat die samenleving ons moet helpen. Want een wapen, patronen, dat gaat het niet doen. Mm-hmm. Ik bedoel, het is van niemand daar. Dus die samenleving al daar, zij zijn eigenlijk de mensen die defense, die schutting gaan moeten bouwen om ervoor te zorgen dat andere individuen niet zomaar het land of een dorp of een gemeenschap binnenkomt en het virus kunnen verspreiden. Mm-hmm. Maar het blijft een uitdaging voor ons. Gewoon omdat we de middelen, ook al heb je zoveel middelen ter beschikking. Waarschijnlijk zouden we heel Suriname langs de grens moeten plaatsen. Zij aan zij, als een muur. Om ervoor te zorgen dat niemand binnenkomt. Oké. Gwen, hoe blijf jij gemotiveerd? Day by day. De kleine successen die we boeken. Mm-hmm. Toen we de lockdown hadden, de total lockdown waarbij we dus hebben gewerkt met het lettersysteem, was het eigenlijk, hoe gaat de samenleving hierop reageren? Hoeveel weerstand gaat de samenleving bieden? En als ze weerstand bieden, hoe gaan we daarmee omgaan? Maar wanneer je merkt dat toch grote delen van de samenleving, van de bevolking, gehoor geeft aan de oproepen, dan stemt dat je goed. Ja. Toch? En ook wanneer je merkt dat het medisch team nog steeds bovenop zaken zit, ze kunnen zaken nog steeds goed monitoren en beheersen, stemt dat je ook goed. We hebben geen ongecontroleerde verspreiding van het virus, tot op dit moment niet. Okay. Dat stemt ook goed. Dat wil zeggen dat we in ieder geval op de goede weg zijn. Okay. Toch? Mocht het straks, wanneer we van hier gaan uitbreken, dat het anders is, dan ligt er ook een plan klaar. Hoe gaan we daarmee om? Okay. Maar tot op dit moment is het beheersbaar. Mensen volgen richtlijnen op. Natuurlijk heb je individuen die een scheef schaats rijden, dat heb je altijd. Maar dat stemt goed en dat geeft voldoening aan mij om naar het werk te gaan, om verder te werken aan het beleid, om mijn Sranamans te beschermen. Okay, dat is belangrijk voor mij. Klopt, want daar gaat het om. Het gaat om de bescherming van het volk. De lockdown is dus erg belangrijk. Ja. Ja? En wat... Oké, ik snap, er is een lockdown, want jullie willen eigenlijk zo kleine groepen beschermen. Dus zo min mogelijk besmettingen in één keer, zodat we het aankunnen. Misschien kan je dat even uitleggen. Een beetje uitleggen, oké. De lockdown heeft een paar doelstellingen gehad. Eén is, het medisch team had het nodig om dus hun werk goed te kunnen doen. En met het werk bedoel ik dat ze konden zien, de hotzones konden identificeren. En dat zouden ze kunnen doen alleen als ze ieder blijft op de plek waar ze zijn. Leven. Als je veel beweging zou hebben, kan dat ook betekenen dat ik me constant verplaats van Paramaribo Noord naar het zuiden. En ik neem het virus met me mee en ik geef het aan ieder om me heen. Want onderweg stop ik bij de Chinese winkel. Of onderweg stop ik om te tanken. Ik stap uit, ik koop smeerolie, noem maar op. En dan gaat het zo verder. Op den duur, wanneer men heeft ontdekt dat ik geïnfecteerd ben, moet ik aan zoveel gaan nadenken. Waar ben ik overal geweest? En dat zou het moeilijk maken voor het team, het medisch team, om aan contact tracing te doen. Dus die lockdown was nodig om iedereen binnen te houden en gestructureerde straat op te sturen. Mm-hmm. Waardoor, zou er toch een outbreak zijn, zou je precies kunnen weten waar je het kan zoeken. Tweede was ook om de samenleving alvast bewust te maken van het nieuwe normaal. Dat COVID gaat blijven bestaan, moet iedereen weten. Ja, klopt. Waar we ons nu klaar voor maken, is hoe we ermee moeten leven. Dat is wat we klaarmaken. Wat zijn de dingen die we moeten doen als samenleving om ervoor te zorgen dat we niet meer hoeven te praten over een pandemie. En zeker ook die epidemie in Suriname, mocht het zijn dat de wereld al hield. Dus de Surinamer moet gaan leren hoe zij
hij of zij daarmee om gaat moeten gaan vanaf nu in lengte van dagen. Ja. Dus dat was ook een doel van de lockdown. En natuurlijk, de hotzones zijn geïdentificeerd, contact tracing heeft kunnen plaatsvinden, omdat we zagen dat er steeds meer gevallen bovenop kwamen per dag 11, 20. En dan als je ziet dat er 20 mensen één dag positief zijn getest, moet je nog aan contact tracing gaan doen. Maar iedereen is gewoon op straat, is het moeilijk. Dat is moeilijk. Dus we hadden dat even nodig. Het is gebeurd. Het medisch team is erop. Ze hebben het kunnen beheersen. Ze hebben hun grafieken kunnen maken. Ze hebben hotzones kunnen identificeren. En dan kunnen we nu naar onze volgende fase. Oké, hoe kijk je uit naar de komende 2 weken? Is een tricky question eigenlijk hoor. Oké. Hoe ik er naar uitkijk, hoopvol. Ja, hoopvol. Ja. Hoopvol. Goed antwoord. Nee, maar hoopvol. We moeten wel hoop blijven hebben dat het goed komt. Hoop doet leven. Je zegt COVID-19 gaat niet weg. Je hebt aangegeven hoe de toekomst eruit gaat zien. En de maatregelen. De maatregelen van het managementteam in acht blijven nemen. Misschien kan je de mensen dat weer even uitleggen. Dames en heren, Srana Mangs. Als het Nationaal COVID Management Team is bijeengeroepen, is geïnstalleerd, omdat het bevoegd gezag heeft gemerkt dat het de juiste mensen zijn om te werken aan het beleid en te komen met oplossingsmodellen. Wanneer deze deskundigen hebben uitgekiend wat goed is voor ons als volk, zeg ik het zo vaak, is niet om u te pesten, is niet om u in een hoek te drukken, maar een tam bon view. Daarvoor zijn die maatregelen er. Een aantal maatregelen zijn helemaal niet leuk. Ook wij hebben er last van ondervonden. Want weet u wat het betekent? Wanneer we een avondklok hebben van 6 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend, maar wij werken gewoon door tot 12 uur in de nacht. U begrijpt dat wij ook moeten eten. Wanneer we in de middag hebben gegeten rond 1 uur 's middags, als we weer tot 12 uur gaan blijven, dat eigenlijk nu normaal is voor ons, gaan we tegen 8 uur 's avonds weer iets moeten eten. Maar terwijl we bezig zijn te werken, ineens popt het op. Maar het is al 6 uur, we hebben niet aan voeding gedacht, waar halen we iets om te eten op dit moment? Dus het was ook voor ons, we moesten er zelf om lachen van, oh, we kregen dat nou ons revie in leien ronden. We hebben er een paar keer over gelachen. Natuurlijk zijn we nu tot een model gekomen en hebben we vaste mensen die eten voor ons voorbereiden. Maar we moesten ook gaan wennen aan het idee dat je op een bepaald tijdstip niets meer gaat kunnen doen. Dus de regels zijn niet gemaakt voor een ieder behalve het managementteam. Het is voor ons allemaal gemaakt. En houden we ons niet eraan, gaan wij zelf ervoor zorgen dragen dat we blijven in die maatregelen die een team voor ons gaat blijven bepalen. Mm-hmm. Luisteren we het, voeren we het uit, geven we gehoor, gaan we makkelijker weer over kunnen gaan tot de nieuwe normen. Mm-hmm. Werkt u mee. Geeft u gehoor aan de oproepen. Luister niet naar fake news. Volg onze COVID-19 website. Dat zijn de officiële bronnen. Blijft u dit doen, zijn we morgen eruit. Geweldig. Tot slot, heb je misschien een boodschap voor je teamleden? Ik kom straks nog binnen. Oké, okay. Mijn teamleden. Oh, ik ben heel erg trots op ze. Ja. Ja, ik ben echt trots op ze. Ik heb kwaliteiten ontdekt in members waarvan ik nu wist dat ze het hadden. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg trots op ze. En ik weet dat de ervaring die we opdoen met deze hele situatie is voor een lifetime. Okay. Is voor een lifetime. Teamleden, u doet een geweldige job. U weet allemaal wat we erin zetten. U weet wat ons doel is. En keep up. That's it. Nou, Major Gwendoline Babel, bedankt voor je tijd, ondanks alle drukte. Ja. Ben je toch even naar de studio gekomen. Hartelijk dank daarvoor. En de informatie was natuurlijk leerrijk en belangrijk. Kijkers, we zijn aan het einde gekomen van ATV COVID-19. Vandaag hebben we als gast Major Gwendoline Babel. Nou, het is meer dan duidelijk. Samen moeten wij de strijd leveren tegen COVID-19. Alleen gaan we het niet kunnen. En blijf vooral thuis. Doe je neus- en mondbescherming aan als je over straat gaat. Disinfecteer je handen regelmatig. Was je handen.
voor je naar huis komt, voor je binnenstapt, zorg ervoor dat je je handen hebt gewassen met zeep en water. Zo bescherm je ook je medemens. Ik wens u verder een veilige dag. Tot de volgende aflevering.